Ja, Huub Vleeshouwers, 56 jaar. Op dit moment werk ik nog als actief dienend militair. I put a spell on you. Because you're mine. Getrouwd met Marielle en twee dochters, eentje van 24 Mireille en een van 17 Kerle. Ik woon in Mierlohout, dat is Helmond voor de echte Brabanders. Ik ben een projectleider voor een grote operatie die zich volgend jaar gaat afspelen in Zuidoost-Brabant. De operatie Market Garden 2014. Uitgezonden ben ik geweest naar Bosnië. Dat was het eerste keer in 1994. Ik heb op de Balkan gezworven in meerdere functies van 1997 tot 2000. En ik ben in 2004 nog een keer terug naar Bosnië gegaan. En dat was 10 jaar na mijn eerste uitzending. Ja, de eerste functie die ik bekleed heb was vooral het aan land komen in Bosnië. En dat was vooral een logistieke actie waarbij ik kwartiermaker was en moest zorgen dat het materiaal vanuit de haven het land in kon. Ja, dat vond ik een hele mooie vraag. Welk voorwerp neem je nou mee? Nou, dat was in ieder geval het Brabantse. Ik heb toen de Brabantse zakdoek meegenomen, want die Brabantse mentaliteit zit toch wel wat dieper in me. En ik nam mee een knuffeltje wat twee beestjes waren en dat waren de twee dochtertjes van mij waarin ik zei van ja, dat is een verbondenheid. I put a spell on you, dat was de muziek waarin ik mijzelf herkende. En ja, ik heb ook discjockey mogen spelen in mijn uitzending. Dat gebouw moesten we ook zelf inrichten zodat wij daar konden verblijven. Daar moest getimmerd worden. Maar we moesten ook wat doen aan de ontspanning voor de mens. En ja, er werd ook een eigen lokaal radiozendertje gebouwd door de mensen die dat konden. En zeiden, hé, wilt u ook niet discjockey zijn? En dan zeg je, ja, dat doe ik dan gewoon. Gewoon voor elkaar zorgen.